man. Lekker. Linda Beach. Hoe lang is dat geleden dat we hier voor het eerst stonden? Nou, 15 jaar denk ik. Zoiets. 15. Oh. Worden wij nou oud of... Wat lijkt het nu klein, hè? Wil je wat anders doen? Nou, je hebt toch aardig wat tijd hier doorgebracht, hè? Ja. En jij dan? Wat kun jij nog herinneren van hier? Ja, vooral dat het hier echt als een soort tweede thuis, weet je wel. Dat, ja, we wonen natuurlijk op loopafstand. Dus elke ochtend vroeg inderdaad deze kant op. En dan van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat hier. Super gezellig natuurlijk met al die jonge lui hier doorbrengen. Dat we gewoon hier met matjes en matrassen en wat slaapzakken, dat we gewoon hier logeerden. Ja. De hele dag trainen, eten en dan hier slapen. Aardig wat bloed, zweet en tranen hier ook in dit zand. Zo. Zeker weten. Af en toe een paar kapotte telbakken als we een wedstrijdje deden wie de bal via het zand tegen het dak kon slaan. Ik zit te kijken, ik vind het opvallend hoeveel er nu gewoon... Ze doen het weer. Is alles nog aan. Ja. We zijn weg, hè? Dus... Als je bedenkt, naast het bewegen en ontdekken wat voor sport je leuk vindt, wat zo'n club allemaal dan niet voor je betekent. Eigenlijk is daar een soort opvoeding ook. Hè? Dat geef je natuurlijk eigenlijk gewoon iedereen. Hebben jullie het thuis nou niet breed genoeg voor bijvoorbeeld contributie, dan helpt het Jeugdfonds Sport en Cultuur daarbij. Dus ga dan naar kiezenclub.nl.